eigenlijk laten kijken of dat haar hartje verbeterd is. Ze krijgt nu atenolol, dus dat is hartmedicatie. En ze gaan eigenlijk kijken of dat die medicatie nog hoog genoeg is, of dat die eventueel mag verminderd worden, of dat we kunnen afbouwen. Dus ja, kijk, we zijn nu op weg naar daar. Ik moet daar om 10:30 zijn, alleen om 9:45. Het is nu 9:50. Dus ik hoop dat ik op tijd ga zijn, maar ik denk het wel. Voilà. Dus ik hoop wel dat het goed nieuws gaat zijn. Alleen ik denk het wel. We hebben geen problemen meer gehad met haar hartje. Allee ja, sinds dat ze de medicatie kreeg. Luna is heel blij om te gaan. Ze is blij dat ze in de auto zit. Dus ja, kijk, ik moet daar speed zijn en ik ga dat proberen vloggen. Ik weet niet in hoeverre dat ze dat gaan toelaten, maar ik ga dat een keer vragen. Dus voilà. Oké, ik ben dus ondertussen aan het koken, want ik heb niet kunnen vloggen in het ziekenhuis en daarna eigenlijk ook niet. Dus ik ga gewoon een keer uitleggen wat dat er gebeurd is in het ziekenhuis en wat dat ze gezegd hebben en wat dan nu eigenlijk de bedoeling is van alles dat besproken is. Dus we zijn daartoe gekomen en alles was direct, je moest direct je handen ontsmetten en een mondmaskertje dragen. Luna wou dat natuurlijk niet, ze had een eentje gegeven, maar ik had ook gezegd van ja, dat gaat niet met Luna, zij is daar echt bang van, dus we hebben het geprobeerd. Maar gelijk dat ik dacht, dat ging niet. Dus is Luna zo gewoon mogen meegaan. En dan hebben we in een aparte wachtcel moeten zitten bij de cardioloog. En dan, ja, ik denk 10 minuutjes later of zo was het aan ons. Dus we hebben echt niet lang moeten wachten. En dan moet je eerst altijd zo in een ander lokaaltje binnen gaan, waar dat ze dan allemaal plakkertjes op haar borstkas plakken. Om eigenlijk haar hartje te meten en alles na te gaan. En dan daarna mag je binnen bij de cardioloog. Dan maken ze nog een echo van het hartje en dan is het eigenlijk bespreking. Dus ja, Luna was eerst en vooral al enorm in paniek. Ja, iedereen stond boven haar met maskertjes aan en zo. Dus dat was al moeilijk. Dus ik heb mijn maskertje dan wel mogen afdoen om haar een beetje gerust te stellen. En dan bij de cardioloog zelf hebben ze dus een echo genomen van haar hartje. En de echo is goed. Dus haar hartje is sterk. Ze is nog jong. Haar hartspier is heel goed. En de reden waarom dat ze dus die medicatie krijgt voor haar hartje, dat ze nu krijgt, dat is omdat ze dus hartritmestoornissen heeft. Dus ze heeft een hartslag van 290 in rust. Maar dat zijn aanvallen dat ze doet. Dus ze heeft dat niet altijd. Maar ze kan zo aanvallen doen. Waardoor dat dan verhoogt. Maar dat mag niet langer duren dan bijvoorbeeld 48 uur aan een stuk. Of ze mag niet veel aanvallen krijgen op 48 uur. Maar het ding met Luna is, zij kan niet babbelen en zij kan niet communiceren. Dus zij kan niet zeggen tegen ons van, oh mama, mijn hartje doet pijn. Ik voel het weer opkomen, want ze kunnen het echt wel ellendig voelen daarvan. Dus zij kan ons dat niet laten weten. Dus sowieso moet ze medicatie krijgen voor dat hartje onder controle te houden. Als ze dan een aanval doet, dat zo hoog de lucht niet meer ingaat, gelijk die 290 dat ze normaal heeft. Maar ook omdat ze het ons niet kan zeggen. Dat is alleen een beetje de grootste reden ook, omdat ze niet kan uitleggen als ze iets voelt. Dus het is een beetje preventief ook. Ze heeft het nodig, hè, maar... Dus ja, er zijn 2 kindjes op de 1000 die dat soort hartritmestoornissen hebben van haar. Vraag mij niet om het uit te spreken, want ik kan het niet onthouden. Het is een super lange naam. Maar dus, haar hartje zag er op de echo goed uit. Ik dacht dat we de medicatie eventueel konden beginnen afbouwen. Dus nu krijgt ze 2 keer per dag een half pilletje atenolol. En ik dacht dat we bijvoorbeeld naar een halfje per dag zouden kunnen gaan. Maar dat is dus niet het geval en dat gaat ook niet gebeuren. Die medicatie die Luna nu neemt, gaat ze voor altijd moeten blijven nemen. En allee, dat wist ik niet. Ik dacht echt wel dat dat voor een bepaalde periode was en dat ze dat dan ging kunnen afbouwen. Maar dat is dus niet.
Dus voorlopig is de medicatie nog goed en mag ze gewoon blijven verder nemen wat dat ze nu neemt. Dus die 2 halve pilletjes per dag. En binnen 6 maanden, in november, moeten we teruggaan. Even mijn paprika zo doen. Binnen 6 maanden in november moeten we teruggaan, dus opnieuw op controle. En dan wordt de medicatie waarschijnlijk aangepast in de zin van dat ze een hogere dosis gaat krijgen. Dat is eigenlijk gewoon dat de verhouding hetzelfde blijft. Dus het is niet dat ze plots zwaardere medicatie krijgt. Allee, ze krijgt zwaardere medicatie, maar omdat zij dan in gewicht ook verzwaart, blijft die verhouding hetzelfde. Dus is hetzelfde gelijk nu. Maar aangezien dat ze nu 15 kilo weegt, was de medicatie nog juist goed. En dan binnen een maand of 6 gaan ze haar opnieuw wegen. En dan ja, hoogstwaarschijnlijk gaan ze dan dus de dosis aanpassen en verhogen. En na die keer moeten we maar om het jaar normaal zien terug op controle. Dus je wil ze nu na 6 maanden nog een keer zien. Nu was het ook 6 maanden geleden, van in december ongeveer. Dus dan wil ik ze weer zien en dan gaan we zien. Ja. Dus voorlopig is het wel goed. Ik had ook gezegd dat ik mijn momenten soms echt, ja, bijna paniekaanvallen kreeg, omdat, goh, ja, zo, like, alles dat Luna heeft, daarvan heb ik zoiets van, oké, dat heeft ze en dat is zo en dat is niet erg. En bedoel, alleen voor ons is dat normaal, omdat wij niet anders gewoon zijn van Luna. Dus ik heb me daar ook bij neergelegd, eigenlijk al van aan het begin. Ik heb daar ook geen moeite mee. Ik vind die zorg daarvoor ook niet erg. En dat is niet dat dat een last is om die zorg daarbij te nemen en zo. Dus dat is zeker geen probleem. Het enige dat ik heb, is zoveel schrik van dat hartje, dat dat gelijk plots gaat begeven of zo. Dat ik echt denk van, stel nu dat er s'nachts wat gebeurt en dat ik het niet zie. Of dat hartje plots stopt met kloppen. Oké, dat kan altijd. Maar ik bedoel dan echt wel ten gevolge van haar hartritmestoornissen. En hij heeft nu ook gezegd, allee, hij reageerde van, en wel, zegt hij, ik ben daar eigenlijk totaal niet bang van. Zegt hij, ik weet dat dat raar klinkt. Zegt hij, ik heb daar iedere dag mee te maken met een hart. En zolang of dat Luna haar medicatie neemt, kan er eigenlijk door de hartritmestoornissen dan niks misgaan met haar hartje. Haar hartje is heel sterk. Ja, die camera ga je heel bewegen, maar het is omdat ik een statief heb uitgevonden voor het moment. Omdat mijn statief dat ik eigenlijk moet gebruiken, staat daar en ik ben gewoon te lui van het op de tafel te zetten. Dus nu sta je op een bloempot. Maar dus, hij is er heel gerust in dat er niets gaat gebeuren met dat hartje. Dus hij zei ook van, ja, je moet niet meer, allee, ik luister nu echt wel een paar keer per dag naar Luna haar hartje, omdat ik bang ben van, stel dat het sneller aan het kloppen is en dat ik het niet gehoord heb. Of stel dit, of stel dat. En ik weet, dat zijn allemaal veronderstellingen waar dat ik niet van de eerste keer van mag uitgaan. Maar ik kan u verzekeren, de moment toen dat we dat ontdekt hebben, dat Luna haar hartje, dus dat ze hartritmestoornissen heeft, dat was op het spoed van het UZ. Niet wetende, dus ik ging naar het spoed omdat ik het gevoel had dat er iets was met Luna, maar ik kon niet uitleggen wat. Er was iets, dat was een gevoel dat ik had. Maar als ze mij dan vroeg, ja, hoe is ze? Ah ja, Luna is aan het spelen en ze is blij en ze lacht. Maar toch heb ik het gevoel dat er iets scheelt. En de arts waar we toen contact mee hadden, zei toen ook van, oké, als je het gevoel hebt dat er iets is met Luna, dan mag je zeker binnenkomen. Want het is al iedere keer zo geweest, als je het gevoel hebt dat er iets scheelt, dat er ook effectief iets is. Dus we hebben dat gedaan. En toen dat we binnengekomen zijn, hadden ze zo een dingetje op haar vingertje gedaan voor haar hartslag. En dat was toen 264. Dus die madame zei toen al, oei, 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 dat kan niet kloppen. We gaan gewoon zo plakkers op haar borstkas plakken, dan is het zeker juist. Want ja, dat is veel te hoog. Dus ik dacht, ja, oké, het zal een foutje zijn. Dus ze hebben dan die plakkers op haar borstkas gekleefd. En dan was haar hartje 290. Dus de moment dat dat 290 was, kwamen er plots, ik weet niet hoeveel artsen, mijn artropees, als ze bijna met 10 waren, rond Luna. Die ene pakt mij vast, zegt ze, ja, Luna, haar hartslag is veel te hoog, want 300 is dodelijk. En ze zat aan 290, dus ik was al volledig van de kaart. Ik wist niet meer wat dat ze aan het zeggen was. Ja, zegt ze, we gaan Luna haar hartje, we gaan haar medicatie geven om haar hartje opnieuw op te starten. Zegt ze,
Je moet niet bang zijn, haar hartje gaat even stoppen, maar daarna gaat het weer beginnen met kloppen na een paar seconden. En dan is die snelle hartslag weg. Dus ja, ik was volledig over mijn toeren, dus ik zei ook, ja, mag ik alsjeblieft eerst bellen naar mijn mama of zo? En ik was daar alleen, want Kevin was hier thuis bij Leon. En dus ja, ik naar buiten naar mijn mama gebeld. En ja, ik bel. Die wist dat ik naar het UZ was met Luna, dus ik bel. En zij pakt op. En het enige dat ik kon zeggen was, mama, en meer of dat kwam er niet uit. Ik kon niet meer babbelen. Ik had dat nog nooit gehad, dat ik niks niet meer kon zeggen. Dus ja, zij reageerde direct van, Evie, geen probleem, blijf daar. Ik ga nu vertrekken naar het UZ, dus van Beernem. Dus dat is ook een half uur rijden. Dus ja, mijn mama onderweg naar het UZ, dus ik kom terug binnen dan bij Luna. Ja, zegt ze, je mocht u naast Luna zetten en haar handje vasten om haar te troosten. We gaan het dan geven. En ik ook zeg, nee. Ik zeg, je mag het nu nog niet geven. Ik zeg, mijn mama is onderweg en je moet wachten tot dat mijn mama er is, want ik kan dat niet alleen, ik kan dat niet aan alleen. Nee, 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 zegt ze, we kunnen daar echt niet mee wachten. We moeten dat echt nu doen, dat is echt belangrijk. Dus ja, ik mij naast Luna gezet. En dus, ze geven die medicatie en hoort zo die monitor zo... Zo, en ik zweer het, dat geluid. En ook, de moment dat ik dan naar Luna keek, dus die was zo volledig weg. Die oogstjes draaiden weg, die werd volledig zo grijs-grauw. Dat dan, allee, zat zo mijn hand vast, dat dansje liet los. En echt waar, dat is de meest... Ik weet zelfs niet dat ik het moet uitleggen. Dat is het meest angstaanjagende dat ik ooit heb meegemaakt. Het gevoel dat je kind aan het verliezen bent, er dat je bij zit. Wetende dat dat hartje terugstart. Maar dat was maar een paar seconden en dat begon terug te kloppen. Maar ik zweer het echt, die paar seconden, dat duurde een eeuwigheid. Voor mij voelde je dat niet gelijk een paar seconden. Voor mij voelde je dat echt gelijk dat Luna al een half uur met in een tuut zat. Dus haar hartje al, ik weet niet lang stil lag. Blijkbaar heb ik dan op die moment ook echt ja, een paniekaanval gehad. En heb ik begin roepen van, en doe iets, en doe iets, en Luna, en doe iets. En ben ik volledig crazy gegaan. Ik weet dat niet meer. Maar ze hebben mij dat achteraf gezegd, want ik zei heel een tijd, ik ben moe. En dan kwam er plots een verpleger. Ah ja, zegt hij, dat is normaal, want ze hebben nu iets gegeven om te kalmeren, omdat je volledig over je toeren waart. Dus ja, ik weet daar, voor de rest weet ik daar zo heel veel niet meer van, want daarna is alles gewoon weg. Maar dus, doordat ik dat heb meegemaakt met Luna, sindsdien is er bij mij een angst ontstaan. Allee, als ouder heb je altijd een angst dat je kindje zou verliezen of dat er wat mee zou gebeuren. Maar echt, gewoon omdat ik dat meegemaakt heb en ik was alleen en ik had dat zien gebeuren en horen gebeuren en dat was een zodanige rush... Ben ik zo bang dat er wat gaat gebeuren met haar en met dat dartje. En ja, dat ik echt 's nachts kan wakker komen. En uit angst van, ik moet nu Luna uit haar bed gaan halen. Want ziet dat er iets is, ik moet die nu knuffelen. En ik kan niet leven zonder haar. En ik meen dat echt, allee, bedoel, er zijn veel mensen van, oh, ik kan niet leven zonder u. Of dit of dat, en ik zie u graag. Maar ik zweer, als ik Luna niet meer heb, mijn leven is gedaan. En met Leon, juist hetzelfde. Ik bedoel, dat zijn uw kindjes. Maar... Dat is letterlijk mijn leven. Ik leef voor Luna en Leon. En als ik Luna en Leon niet meer heb, dan... Dat is raar om te zeggen, dan hoeft het ook niet meer. Maar echt, allee, doordat ik dat meegemaakt heb met Luna, zit ik daar constant mee in mijn hoofd. Ik heb er nog altijd nachtmerries van. Dat je dat opnieuw en opnieuw beleeft constant. En dat lijkt zo echt. En ja, in een nachtmerrie gaat dat meestal mis. Dus dan schiet ik wakker. Maar M heeft mij nu dus vandaag verzekerd dat ik daar totaal niet bang voor moet zijn. Dat ze dat met die medicatie echt wel onder controle hebben. Dus ja, kijk. In principe is dat goed nieuws, want haar hartje is goed. Ik ben alleen een beetje teleurgesteld dat die medicatie niet kan afgebouwd worden. Maar ja, als dat iets is dat ze voor de rest van haar leven moet nemen, is het eigenlijk al positief dat ze nu niet gezegd hebben van oei, we gaan het moeten verhogen, want het is niet meer goed of haar hartje is niet goed. En dat was wel allemaal goed, dus dat is wel goed. Dus al bij al is dat wel goed nieuws. Ze is heel flink geweest. Ik zeg het, ze was een beetje in paniek van al die maskertjes. Maar ze nam mij dan de hele tijd vast. Dus dan was het weer goed. En dan daarna heb ik ze thuis terug afgezet. Dan heeft ze gegeten en is ze naar het bedje gegaan. Ze heeft bijna 2 uur geslapen. Of denk dat ze 2 uur geslapen heeft.
Bij Kevin, dus dat is supergoed, want ze doet anders nooit. Maar ja, ze zal daar ook wel van uitgeput geweest zijn. Dat is intens, hè, als ze zei zo, ja, al die onderzoeken en al krijgt. En dan ben ik naar de winkel gegaan, maar halleluja, het is maandag en al de winkels zijn terug open en ik heb overal mogen aanschuiven. Echt tot buiten, mijn hekjes afgezet. Oh, ik zweer het. Naar Harelbeke geweest, omdat de Waregem niet meer te doen was. En dan ja, uiteindelijk in Harelbeke in de winkel gaan, wat uiteindelijk ook dichter is voor ons dan Waregem. Maar kom, voor de een of andere reden gaan we altijd naar Waregem. Maar ik had dat dus allemaal niet kunnen vloggen. Ik was iets van, ik wil gewoon op, alles dat ik nodig heb en terug naar huis, dat ik aan mijn eten kan beginnen. Want het is nu ondertussen 6 uur. Ik ga dan zo'n spaghetti opzetten. Maar dat was het. Dus ik heb eigenlijk niks kunnen vloggen vandaag, want in het ziekenhuis was het gewoon zo'n danige rush dat alles zo direct binnenkomen, maskertje aan, handen ontsmetten, naar die wachtzaal, naar dat kamertje, naar dat kamertje, naar de cardioloog, dit. Poenk, gedaan, woep, naar huis. Dus ja, ik had zoiets van, ja, oké, dat heb ik nu ook niet kunnen vloggen. En als ik dan thuisgekomen bij Maluna was het van, oké, nu ben ik moe, dus nu ga ik nog naar de winkel en dat doen en dat doen en dat doen. En tegen dat ik weer thuis ben, hop, en kijk, we zijn 6 uur. Dus ze zeggen dat ik het niet kunnen vloggen. Maar, allee, het ging ook niet gaan. Luna was echt constant aan het wenen en dan wil ik dat, ik bedoel, dat gaat niet. Op die moment moet ik er gewoon zijn voor Luna in plaats van de camera in haar gezicht te doen. Dus ik wou er gewoon zijn voor haar. Maar dat is hetgeen dat vandaag dus gebeurd is in TUZ. Dus al bij al is dat allemaal goed nieuws. En dan moet ik wachten. In juli moet ik terug naar de oogspecialist, geloof ik. Omdat ze eigenlijk een brilletje nodig heeft. En dan in augustus moeten we terug naar de slaapkliniek. Om te kijken of dat de verhoging van haar trazodone gewerkt heeft. Maar tot nu toe is dat echt een enorme verandering. Ze slaapt supergoed 's nachts. Ze is super blij. Ze speelt. Allee, het is echt een ander kind. En dan in 8 augustus. En dan is denk ik november dat ik dan opnieuw naar de cardioloog moet. Dus ik ga dat sowieso ook allemaal opnieuw vloggen dan. Allee, ik bedoel, allee, de uitleg en vloggen in mate van het mogelijke. Vandaag is het niet gelukt. En dan hou ik jullie allemaal op de hoogte. Dus moest het zijn dat je zegt van, ik val eigenlijk echt compleet uit de lucht over heel dat verhaal van haar hartje en eigenlijk alles dat Luna heeft, wat dat er daar allemaal bij komt kijken. Ik schrijf ook blogs over Luna en dat doe ik al meer of ja, ik doe dat nu een jaar en een half ongeveer. En daar is eigenlijk alles in van bijna heel het begin dat we van haar aandoening wisten tot altijd het laatste nieuws. Dus over dat van vandaag ga ik ook nog een blog schrijven. Over die trazodone moet ik ook nog een blog schrijven, maar ik denk dat ik het in eentje ga verwerken. Maar daar kun je dus alles vinden over wat onze weg al geweest is, medisch gezien met Luna, en wat dat ze allemaal heeft, en wat dat ze allemaal krijgt, en waarom, en met wat dat allemaal rekening moet houden. Die blogs kun je vinden op www.mommytalkblogs.com, maar dat staat hier ook beneden in het vakje, dus daar kun je ook op klikken. En als er vragen zijn over Luna, of als je bijvoorbeeld zelf ouder bent met een kindje, alleen van een kindje die een beperking heeft, of iemand in uw zin, of iemand in uw vriendenkring, of heb daar gewoon vragen over, of je bent daarin geïnteresseerd, of je bent bijvoorbeeld bezig met studies die daar iets mee te maken hebben. Vraag wat dat je wilt vragen. Je kunt geen verkeerde vragen stellen, integendeel. Ik antwoord er liever op. En ik meen echt als ik zeg van je kunt geen verkeerde vragen stellen, want wij hebben al mensen gehad die ons egoïstisch noemen, omdat wij Luna zonder voeding geven en dat ze beter had kunnen sterven en zo. Ik bedoel, Luna, haar aandoening. Allee, ik bedoel, haar aandoening gaat er niet voor zorgen dat ze minder lang leeft of het is niet dat wij haar in leven moeten houden. Ik bedoel, Luna is een gezond kind. Oké, ze heeft haar aandoening, maar los van haar aandoening is ze een gezond kind. Dan kan ze zich gemakkelijk even oud worden als ons, dus dat is geen probleem. Maar er zijn heel veel mensen die niet begrijpen dat dat geen situatie geweest is van al er alles aan te doen om haar toch maar een leven te kunnen houden. En dat ze eigenlijk
bijna een kamerplantje is. Dat is niet waar. Luna is gelukkig. En wij hebben dat ook maar beseft als Luna een maand of twee was. En dan de uitslag hebben we maar gekregen van haar aandoening als ze al bijna een jaar was. Dus dat is niet dat dat zo gegaan is. Maar dat kun je ook allemaal in die blogs lezen. Maar ik wil me gewoon duidelijk maken. Je mocht vragen wat dat je wilt vragen. Ik denk dat we het ergste ondertussen wel al gehad hebben. Dat mensen ons verwijten dat wij te veel vechten voor ons kind. Wat dat er bij mij niet in gaat, maar kom. Te veel vechten voor je kind bestaat voor mij niet. Maar je mocht mij dus alles vragen. Als er iets is waar ik mee kan helpen of antwoorden. Ik weet ook niet alles. Ik kan ook alleen maar antwoorden uit onze ervaring. Wij zijn geen artsen. Wij weten niet alles. Wij kunnen niet zeggen, dat is het probleem, dus je moet dat of dat doen. Maar wij kunnen wel tips geven van wat dat wij gedaan hebben en waar dat wij hulp gevonden hebben. En hoe dat wij alles aangepakt hebben met Luna om snel hulp te krijgen en zo. Dus dat kunnen we wel doen. En ook gewoon, ik zeg het, dat je gewoon geïnteresseerd bent in heel het gebeuren en heel het... als je vragen hebt van, oh, hoe zit dat? Vraag maar, ik vind dat echt niet erg. Integendeel, ik vertel er graag over, omdat dat is voor ons ook een vorm van het accepteren en om van ermee om te gaan. En wij zijn trots op Luna. Wij zijn trots op wie dat is en haar doorzettingsvermogen, alles, dus we hebben daar totaal geen probleem mee. Ik ga hier de vlog afsluiten. Ik zie u in de volgende vlog. Dankjewel voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je de video leuk vond. Subscribe ook op mijn kanaal. Hier beneden kan je zo op subscribe of op abonneer klikken. Te zien in welke taal dat YouTube is ingesteld. Dan mis je geen enkele video meer. Dat is gratis, want heel veel mensen denken ook dat ze daarvoor moeten betalen. Maar dat is gratis. Maar we zullen daar een heel groot plezier mee doen. En zo kun je alle filmpjes zien van ons en over ons leven. En hoe dat is om met een kindje met een beperking te leven en alles er rond. Ik hoop dat ik u in de volgende vlog ook weer zie. En tot dan. Dag. Spaghetti voor een leger. Met veel gehakt en veel slierpoep. En de enige die spaghetti eet... Dat is Kevin.